Tuindokter Alex pakt deze week slakken in je tuin aan. De beestjes kunnen je sierplanten toetakelen, maar ook je groenten in de moestuin. Hoe geraak je er op een diervriendelijke manier vanaf? Ah, goedemorgen, tuindokter Alex. Goedemorgen, Michel. Ik ben blij dat je er bent, jong. Is het waar? Moet kijken. Slak, slak, slak. Hoe kom ik daar een godsheresnaam vanaf? Wat? Voor eerst... Slakken zijn nachtdieren. Die leven vooral 's nachts en nu van deze morgen ook nog. Zie je ze goed? Ja. Ze leven vooral op vochtige plaatsen, zoals hier in de schors, compost, bladeren waar ze zich perfect kunnen wegstoppen. Maar hoe kom ik er van af? Want ik kan moeilijk heel de nacht hier rondlopen. Nee, vooral nu controleren en die diertjes verwijderen, eventueel opnemen en ze op een andere plaats in de tuin gaan uitzetten. Maar er bestaan ook andere methodes. De eerste methode is het gebruik van de slakkenval. Die slakkenval, daar kunnen we in feite water bij doen. Er zit dus lokstof in. Ja. Wat gebeurt er? Slakken worden door die lokstof aangetrokken, gaan daarin. En op die manier kunnen we ze dan ook terug gaan uitzetten. Hetzelfde systeem met gewoon dit aardewerk. We gaan daar wat bier in doen. Bier uiteraard ook. Ideale lokstof voor de slakken. Zijn er gewoon verzot op. Slakken gaan erin, kunnen we ze ook uithalen en terug gaan uitzetten op een andere plaats die we zelf willen. Wat ook goed is, is natuurlijk het gebruik van de natuurlijke vijanden van de slakken. Die aantrekken, zoals egels en vogels. Dit vogelhuisje kunnen we bijvoorbeeld in de tuin hangen. Vogels komen er een nest in maken en gaan op zoek naar voedsel en nemen de slakken op zich. Een derde methode, Michel, is het gebruik van de diatomee in aarde. Het is een natuurlijk product op basis van plankton, die we gewoon tussen onze planten kunnen strooien, waar slakken gaan overkruipen en door die droge poeder gaat de slak bijna uitdrogen en gaat vanzelf weg. Dus het is eigenlijk biologisch? Het is een biologisch middel. Oh, voilà. Alex, en moet ik hier kijken in mijn groentebak. Daar heb ik ook slakken op geslagen. Ja, ik ga direct zien wat we daar kunnen aan doen. Wat vooral goed is dat je hier al je tijm hebt staan, en Michel, dat is goed. Maar je kunt misschien nog een paar andere kruiden bijzetten, zoals rozemarijn en salie, dat is ook goed voor de slakken weg te houden. En wat ook goed is, is in feite het aanplanten van een tomaat bij je salade. Want tomaten, daar houden ze niet van. En we kunnen dat eventueel daar nog net in het midden bij plaatsen. En dan kunnen we daar ook nog van genieten, van een tomaat met salade later op het jaar. Hè. Voilà. Dat is een goed idee, want ik ben zot op tomaten. En heb je nog een andere tip misschien? Want ik hoorde laatst van mensen die zeggen zout en azijn. Zout en azijn is te agressief, dood de dieren, zeer onvriendelijk. Een laatste tip misschien, je grond omwoelen in de winter, zodanig dat de eitjes van de slakken verdwijnen. En ook als je planten water heeft, doe dit 's morgens, want water trekt de slakken aan en komen die dan 's nachts nog weer uit. Alex, heel hartelijk bedankt voor de tips. En ik hoop dat ik in noodgevallen nog eens op je kan rekenen. Graag gedaan, Michel. Veel succes met de salade. Dankjewel. Maar kijk, we gaan er gelijk aan beginnen. Wil je nog meer advies? Kom dan naar Famiflora in Moeskroen of De Pannen en vraag raad aan de medewerkers van het tuincentrum.